Eén nacht zonder dak. Jongeren ervaren tijdens de Nacht zonder dak actie hoe het is om op straat te leven. Nacht zonder dak laat jongeren ervaren hoe het voor leeftijdsgenoten in derde wereldlanden moet zijn om op straat te leven zonder onderdak. De jongeren brengen één nacht door in een zelfgebouwd onderkomen van papier en plastic en kunnen daarmee straatjongeren in derde wereldlanden helpen. Nou, het is de bedoeling dat de tieners zelf hun spullen bij elkaar verzameld hebben. Karton, plastic, plakband, ballonnen, slingers. Ze hebben van alles meegenomen vanavond. Om mooie hutjes van te maken waar ze in gaan slapen. Nee, wij doen het voor Bolivia, Zuid-Amerika. Eigenlijk gewoon leven, dagelijks leven. En wij als Nederlanders hebben het behoorlijk luxe en het ontbreekt ons aan niets. Nou ja, het is mooi als de tieners gewoon weer eens even teruggaan naar de basic. En gewoon zelf leren of ervaren van ja, hoe het is om gewoon een paar dozen te hebben en een slaapzakje en eventueel een slaapmatje. En dat is het. Het is een landelijk initiatief, maar dit lokale initiatief is vanuit de volgende gemeente, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Nou, wij zitten hier voor Nacht zonder dak en hiermee doen wij mee aan het doel, zeg maar. En dan halen wij geld op, doordat wij gesponsord worden. En dan de meiden in Bolivia, die op straat leven, die krijgen dan geld van ons. En zodat hun dan niet meer op straat hoeven te leven, maar bijvoorbeeld dan naar een kinderthuis kunnen of ergens anders naartoe. Waar ze dus, zeg maar, een beter leven kunnen beginnen. Omdat ze nu vaak doen aan drugs of aan andere dingen, om, zeg maar, omdat ze gewoon heel erg veel honger hebben. En daar willen ze, zeg maar, vanaf komen. Daar gaan ze de drugs lijm snuiven. Het doel is minimaal 500 euro bij elkaar te harken. Is dat gelukt? Ja, dat is meer dan gelukt. We dachten we beginnen voorzichtig 500 euro. Maar we zitten nu op dit moment al over de 1000 euro. Dus daar zijn wij. Dat betreft is het helemaal geslaagd. Hoe hebben jullie dat bij elkaar geharkt? Is dat een kwestie van gewoon sponsoren? Of? Ja, de tieners hebben zich allemaal laten sponsoren. Dus dat ging eigenlijk boven verwachting. En er doen ruim 20 tieners mee aan deze actie. Dus. Maar krijgen die jongelui niet te weinig slaap dan? Nee, zeker niet. Want we zijn nu al vrolijk en... Ja, ik denk dat we elkaar wel wakker houden vannacht. Ja, dan zou je juist zeggen dat we ook te weinig slaap krijgen. Want ja, het is nu ook al laat. Dus... Ja. Hoe staat het met de bewustwording van de kinderen? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Het bewustzijn van eigenlijk hebben we het hier helemaal niet. Of eigenlijk hebben we het hier gewoon goed. Hebben we het niet zo slecht als de kinderen in derde wereldlanden? Ja. Nou, hebben we al met de tieners erover gehad. Hebben we een film gekeken over zo'n jongere die daar leeft. Er is net ook iemand geweest van Teer. Die heeft nog eens even wat verteld over de jongeren. Dus dat betreft zitten we echt wel tussen de oren. En weten ze het ook waar ze het echt voor doen. En wat ik net al zei, het is echt voor hun leeftijdsgenoten daar op straat, zodat die weer een beter leven kan krijgen. Dus, En hoe zit het met de kanjers die daadwerkelijk gaan overnachten in die kartonnen dozen? Zijn die zich een beetje bewust van het feit dat wij het nog niet zo slecht hebben? Nou ja, we hadden wel een introductie van tevoren. En ja, je zag daar wel hoe mensen leven daar in Bolivia bijvoorbeeld. En ja... Dat is wel heel anders dan hier. Heel veel armoede en ellende daar. Is de vraag niet stiekem alleen maar keten? Slapen wordt helemaal niks natuurlijk. Nee. Maar het wordt wel leuk. Wij doen mee aan Nacht zonder dak. Ik vind het wel een soort van ervaring opdoen. Omdat je nu ook weet hoe het zeg maar is om als straatkind te leven. Ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk geworden nu. Ja. Beetje versiering hier en daar. Ga je niet koud krijgen vandaag? Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk moesten we ook even een kijkje nemen in de mooiste tent. Daar zitten waarschijnlijk heel veel uurtjes werk in. Nou, we zijn niet zo lang mee bezig geweest of zo. Nee. Maar het is wel de mooiste tent. Ja, het is wel de mooiste tent, maar iets van een uurtje of zo. 3 kwartier. Ben je niet bang dat je te weinig slaap krijgt vannacht? Jawel, maar dat is op zich niet zo heel erg. We maken er wel een klein beetje een feestje van. Dus dit overnachten, daar draait het uiteindelijk om. Maar we hebben al met elkaar gedjembeet en we gaan nog een leuk avondspel doen. En natuurlijk kampvuur bouwen en lekker frikandellen eten. Dus dat wordt nog een heel groot feest tot diep in de nacht. En dan, is dat goed is, gaan we dan slapen. Of in ieder geval in onze doos liggen. En dan is het weer heel vroeg opstaan waarschijnlijk. Precies, 7 uur is het weer ochtend voor ons. En dan moet alles ingepakt worden in een half uurtje. Alle dozen weer in de karren en dan... Nou, rond 8:30 ronden we alweer af. Maar om 7 uur komt eerst de man met de hamer natuurlijk. Precies, ja. En die komt hard binnen, denk ik. Kijk voor meer informatie omtrent deze actie op www.nachtzonderdak.nl.